Vandaag eten we Mexicaans. Het is vrijdag, dus we gaan een beetje uitpakken. En ik ga ijsbergsla grillen. Heb je dat wel eens gedaan? Dat is echt ongelooflijk lekker en heel makkelijk te doen. Ik ga maken Mexicaanse salade met nachos. Wat heb ik daarvoor nodig? Ijsbergsla, tomaten, avocado's, rode ui, limoen, mayonaise, jalapeño's en natuurlijk de nachos. Ik begin met het limoentje en de ui. Limoen was ik even, want ik gebruik namelijk de schil. Ik heb ook mijn eigen handen natuurlijk al gewassen. Maar helemaal als je de schil gebruikt, is het goed om even grondig te wassen. Limoen gebruik ik de schil en het sap. Dan is het handig om altijd eerst even te schillen. Zo, oh, meteen al die geur. Limoen wordt veel gebruikt in de Mexicaanse keuken. Ook de Aziatische keuken trouwens. Maar als ik dit ruik, moet ik ook meteen aan caparillas. Caparillas. Echt lekker, joh. Maar ja, even niet nu, want ik ben zwanger. Zo. De rasp heb ik gesneden. Zet ik eventjes apart. Dan het rode uitje. In schijfjes. Even het schilletje eraf. Zo. En het is leuk, want ik denk dat iedereen wel de nacho schotel kent. Die je ook wel eens in een cafeetje kan bestellen. Met lekker veel gesmolten kaas eroverheen. En guacamole en cream cheese. Maar we gaan nu een iets andere variant maken. Met ijsbergsla. Ik heb hier de rode ui gesneden. Die doe ik in halve maandjes. Zo, nog andere. Even een klein bakje waar ze in gaan. Snel, anders springt te huilen. Ja. Uien in een bakje en daar doe ik een sap van de limoen bij. Een half limoentje. Knijp ik zo even. Je kunt ook een apparaatje gebruiken. Oh jongens, ik begin toch te huilen. Hoe is het mogelijk? Ik dacht dat ik zo snel was. Sap doe ik bij de rode ui. Daar wordt het lekker wat zachter van. Ook wat milder van smaak. Heel klein beetje marineren is het eigenlijk. Daar begin ik mee. Want dat zet ik dan apart. Kan die lekker even rusten. Andere helft bewaar ik straks voor over de avocado. Maar dat komt later. Even mijn werkblad wat schoonmaken. Zo, dat is echt een pittig uitje dit zeg. Misschien moet ik echt eens gaan proberen om met water in mijn mond eruit te gaan snijden. Want dat is echt namelijk een hele goede truc om niet te huilen. Maar ja, dan kan ik wel even niet praten. Ik zet alvast de grill aan. Die wil ik dat die lekker warm wordt. En dan ga ik met deze ijsbergsla. Ik hou vreselijk veel van ijsbergsla. Omdat het zo lekker knapperig is. En we gaan hem grillen. Waarom gaan we hem grillen? Omdat ik daar ontzettend veel zin in heb. En hij wordt een beetje zacht, een beetje lauw en meer smaak. En het is gewoon eens wat anders dan anders. Ik vind het heel leuk. Sla kun je ook gewoon grillen. Ik doe hem in 4 stukken. Doe een klein beetje het kontje, heel een beetje eraf. Niet alles, want het houdt juist zo mooi de sla bij elkaar. Zo. In patjes. Het zijn wel hele grote patjes, dus doe ik nog ietsje kleiner. Ik smeer de sla even in met zonnebloemolie. Andere kant. Je kunt ook de zonnebloemolie op de grill doen.
Maar ik wil even lekker goed de sla invetten. Is dat warm genoeg? Ja. Daar gaan we. Sis, sis, sis. Kijk eens. Aan beide kanten een mooi grillslaagje. Het hoeft natuurlijk niet echt te garen, want we kunnen het rauw eten. Maar ik wil wel dat ze een mooi grillstreepje krijgt. Een beetje gekleurd. Maar het hoeft niet door en door warm te zijn. Ongeveer 3-4 minuutjes aan elke kant. Oh, kijk, daar gaat hij al een beetje. Ja, dit plekje op mijn grillplaat, die gaat altijd heel hard. Zie je, dat wordt daar al een beetje donker. Moet ik goed op letten. Dan heb ik nu tijd om alvast de dressing te maken. En die dressing maak ik met de jalapeno peper. Het is een groen pepertje. Ik heb hier een groen pepertje. Nou ja, je hebt allemaal verschillende kleuren peper. Kijk, hier heb ik 3 verschillende soorten pepertjes. Rood, groen en geel. En de jalapeno is een groene peper, maar dan wel kleiner en echt veel dikker. Heb je een beetje een idee. En hij is wat milder dan de rode peper. Ik heb een eetlepel nodig. En je kunt jalapeno dus vers kopen, maar deze zitten in een potje en die kun je veel langer bewaren. Ik snijd ze in kleine stukjes. Gewoon een beetje grof hakken. Gaan in een bakje. Oeps. Dan die lekkere ras van de limoen die ik al had gedaan. Dan mayonaise. Yo Fresh heet deze. En hij is wat frisser dan normaal, want er zit yoghurt in. Nou, dat vind ik heerlijk. Zo. Ik geloof dat ik even de ijsbergsla ga omdraaien. Anders gaat het te hard. Kijk eens. Oh, yes! Dat is precies wat ik wil. Ze zijn al lekker zacht. Oh, mooi. Het is wel leuk om het echt te proberen dat je het bij elkaar houdt. Kijk eens, wat een mooie geelstreep. Zo. Je moet gewoon goed in de gaten houden. Als je een streepje hebt, lekker. En nu de andere kant. Deze dressing, daar doe ik een klein beetje water bij. Wordt hij iets vloeibaarder. Zo. En peper erbij. De sla is lekker aan het grillen. En ik ga straks nog tomaten grillen. Hebben jullie nu even tijd om naar een barbecue tip te kijken? Want het is vrijdag. En het gaat over marineren van vis en vlees. Barbecue tijd. Dit ziet er echt lekker uit. Dan wil ik gewoon elke dag barbecuen. Als je iets meer de tijd neemt, wordt het alleen maar beter. Zo ook met vlees en vis. Als je het marineert en even laat staan, wordt het lekkerder en malser. Ik ga een basismarinade maken en daarvoor heb ik nodig een vet, dat is olijfolie, altijd een zoetje, honing, zuur, citroensap en lekker een dot mosterd. Citroen. Poep. Die ga ik uitpersen. Mosterd, honing, even met een garde goed mixen, olijfolie erbij, beetje peper en zout. Zo, dit is echt dus een basismarinade. Ik heb wat kipfilet heb ik al gesneden, die doe ik erbij, lekker een beetje onderdompelen. Dan maak ik er nog één, want ik heb ook nog heerlijk varkenshaasje. Dit is dus echt een basismarinade. Ik kan er allemaal lekkere dingetjes aan toevoegen die ik zelf lekker vind. Rozemarijn bijvoorbeeld, misschien wat azijn, chiliflakes of een knoflookje. Kan allemaal wel grof. Die gaat erbij.
rozemarijn en olijfolie natuurlijk. Goed mengen met elkaar. En dan de stukjes varkenshaas erin. Kijk eens. Het ruikt wel lekker ook, die rozemarijn met die knoflook. Folie eroverheen. Zo, dat gaat in de ijskast. Maar hoe lang moet je nou marineren? Nou, hoe dunner het stukje vlees, hoe minder lang je moet marineren. Bijvoorbeeld een one minute steak, zou ik zeggen, een half uurtje. Ga je kipblokjes marineren of spiesjes met varkenshaas, dan zou ik wel zeggen 3 uur. Echt zo'n grote rollade, dan mag je echt wel eventjes een nachtje liggen in de marinade. Dus ik zou zeggen, marineren kun je leren en neem de tijd. Nou, hier zijn we ook lekker aan het grillen. De sla is klaar. Ik doe hem alvast op het mooie bord. Oh, kijk eens. Zorg ervoor dat het mooi bij elkaar blijft. Ook een beetje met mijn hand help ik. Ik doe het meteen al op de serveerschaal, want daar ga ik het toch straks allemaal op leggen. En de laatste. Ik neem alles mee. Zo. Dan heb ik nog de tomaten. De tomaten die heb ik gewassen. Die doe ik door vieren. En eigenlijk een beetje hetzelfde als de ijsbergsla. Door vieren, zonnebloemolie erop. En eventjes aangrillen. Klein streepje erop. Zonnebloemolie. Beetje zout. Sowieso is het heel goed om zonnebloemolie te gebruiken als je echt enorm gaat verhitten. Ik ben wel heel erg fan van olijfolie, moet ik eerlijk zeggen. Soms doe ik stiekem ook wel olijfolie. Maar nu op deze enorme grillplaat, hitte, is het wel fijn om zonnebloem te gebruiken. Kijk, hij is nog goed heet van de sla. Dus dat gaat heel snel. De tomaat is aan het grillen. Dan heb ik tijd om de avocado te snijden. En daar wil ik een mooi waaiertje van maken. Ik hoop dat het lukt. Hangt ook heel erg van de avocado af of die goed is. Nou, qua rijpheid is hij perfect, qua kleur is hij perfect. Dit kan niet missen. Ik doe de pit eruit. Het is altijd nog wel een kunst om een avocado echt goed te schillen. En deze haal ik er ook af. Even naar de tomaten kijken. Die ga ik omdraaien. Kijk eens. Oeh, ook weer een mooi streepje. Daar ben ik blij mee. Net op tijd. Maar ik vind zo'n mooi streepje precies wat ik wil hebben. Zo, kom maar. Laatste. Yes. Terug naar de avocado. Ik wil een waaiertje maken. Oké. De helft van de avocado leg ik op een plank. En dan maak ik hele dunne plakjes. En ik zorg wel dat het een beetje aan elkaar blijft. Dat je niet een plakje meeneemt aan je mes. Kijk. En het liefst maak ik dan... een soort van waaiertje. Dit is ook leuk. Nu doen we het op een salade. Maar als je gewoon een boterham met kaas hebt, waaiertje van avocado erop. Waarom niet? Maakt het allemaal net iets feestelijker. De waaiers zijn klaar. De dressing is klaar. Nachos liggen klaar. De uien. Wacht nog heel even op de tomaat. En dan gaan we zo meteen serveren. Maar niet voordat ik heb verteld wat we maandag gaan maken. En dat is namelijk linzensalade met aardbeien. Nou, dat is ook een combi.
Die heb je misschien niet heel vaak gehoord, maar is hartstikke lekker. Ik ga er ook fenkel bij serveren. En lekker pekannoten grillen. Hele zomerse salade. En dat is maandag. En maandag willen we altijd een beetje fris en licht beginnen. Heb ik altijd het idee. Dus dat is een perfecte salade daarvoor. En je kunt ook alvast in de app kijken voor de boodschappen voor maandag. Heb je alles al in huis? Kun je meteen aan de slag. De tomaten leg ik op het bord neer, op de mooie schaal. Lekker. De rode ui. Die ik heb ingelegd met een beetje limoensap. Even een beetje verspreiden. De nacho's natuurlijk. Overal een beetje de nacho's. Beetje draperen. Ik doe natuurlijk ook gewoon de nacho's nog ernaast in een bakje. Maar ik wil wel dat je die leuke sla en die gegrilde tomaten nog ziet. Dat doe ik erbij. Dan de waaiertjes. Die moet ik natuurlijk wel even op een hele goede manier naar het bord brengen. Kijk, daar heb ik even een fijn lepeltje voor. En deze. Dotje saus hier en daar. Die lekkere mayo, limoensap, jalapeño. Ik had hier al een leuk bakje neergelegd om de saus in te doen. Want bij dit gerecht, je wil altijd meer saus en altijd meer nacho's. Oh, nou. Die limoen. Die had ik nog achtergelaten. Voor op de waaiertjes. Want anders dan worden ze misschien wel snel bruin. Dan blijven ze mooi van kleur. En het is gewoon lekker fris. Mexicaanse salade met nacho's. Oh. En waar ik natuurlijk heel erg benieuwd naar ben, is die gegrilde ijsbergsla. Wow. Zo'n heerlijke smaak. Echt een leuk vrijdaggerecht. Doei!